Hoi, ik ben Lindsay van Coffee Store. Vandaag gaan we uitgebreid kijken naar de nieuwste aanwinst van Jura. Een koffiemachine met niet één, maar twee molens. De J8 Twin. Wat de J8 Twin allemaal kan en waarom dit de perfecte koffiemachine voor jou kan zijn, dat zie je in deze review. Met de J8 Twin zijn de mogelijkheden eindeloos. Met de twee precisiemolens kun je onderscheid maken tussen twee verschillende koffieblends. Zo kun je gebruik maken van gewone koffie en een decaf, een lichter gebrande boon en een donker gebrande boon, of espresso maling, koffiemaling. Daarnaast bereid je met één druk op de knop maar liefst 31 koffiespecialiteiten. En de Jura J8 Twin is verkrijgbaar in de kleuren Diamond White en Diamond Black, zoals deze hier. De Jura J8 Twin wordt geleverd met het Claris Smart Plus filter en het filterumhulsel, zodat het netjes staat in het waterreservoir. Een filtrechter voor de gemalen koffie en een lepel voor de gemalen koffie. De achterkant van de lepel is tevens ook een sleutel om de uitlopen mee te demonteren. Een melkslang. En daarbij ook een waterhardheid-teststrip. Twee siroopopzetstukken voor het melksysteem. Het melksysteemreinigingsbakje met daarbij ook een sample melksysteemreinigingsmiddel. Twee reinigingstabletjes. En natuurlijk de handleiding. De maalgraad pas je aan via de knoppen aan de bovenkant voor de bonenreservoirs. De J8 Twin is uitgerust met twee Professional Aroma Grinder 3+ precisiemolens. En je kunt dus de maalgraad aanpassen voor elke zetting. Dit hoeft dus niet tijdens het malen. Want bij deze molen is het zo dat na elke zetting de maalschijven in ruststand gaan. Je kunt dus met een gerust hart de maalgraad aanpassen voor elke zetting, zonder dat je de duurzaamheid van de maalschijf op het spel zet. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze twee precisiemolens heeft de Jura J8 Twin actieve maalgraadbewaking. En dit geeft je de mogelijkheid om voor elke koffiespecialiteit en voor elke molen apart de optimale maalgraadinstelling aan te geven in het menu. Hoe dit precies werkt, dat leg ik later in deze review uit. Er kan tussen de 5 en 16 gram koffie worden gemalen per zetting, afhankelijk van de sterkte die je ingeeft in het menu. Tussen de knoppen van de maalgraadinstelling vind je het vakje voor de gemalen koffie. En bij de machine wordt een filtrechter geleverd. Oeps. En ook een maatschepje. Gebruik maximaal 2 schepjes per keer. Een kleine kanttekening hierbij. Supermarktkoffie is vaak te fijn gemalen. Dus vraag ons of een andere koffiespeciaalzaak naar espresso maling speciaal voor een Jura. Dan weet je in ieder geval zeker dat het goed zit. De J8 Twin heeft ruime reservoirs. In elk bonenreservoir kan 180 gram koffie. In het waterreservoir kan 1,9 liter water. En let op, vul deze altijd onder de kraan om waterschade door morsen aan de molens te voorkomen. En de koffiereziduubak heeft ruimte voor 16 kopjes koffie. Voor het gemalen koffievakje, verstopt, zit de meegeleverde Wifi Connect. En deze Wifi dongle die zorgt ervoor dat je de machine kan bedienen met de app. Hierin kan je dan bijvoorbeeld ook je recept zelf personaliseren in de app. Al kan dat ook in het menu van de machine zelf. Aan de voorkant van de machine kun je de lekbak en de residubak uitschuiven. De machine geeft altijd zelf aan als deze vol zijn. Leeg de residubak wel altijd als de machine aanstaat, want dan gaat die teller weer op nul staan. En eigenlijk alles behalve dit vergroomde kopjesplateau mogen in de vaatwasser. Je kunt je bij de J8 Twin eigenlijk nooit vergissen onder welke uitloop je je kopje moet zetten. Want stel ik zet nu mijn kopje onder de koffieuitloop en ik wil een melkspecialiteit zetten, dan geeft hij dus aan, middels de geïntegreerde koffie-eye, plaats het kopje onder de melkuitloop. En andersom, plaats ik het kopje onder de melkuitloop en ik wil gewoon een zwarte koffiespecialiteit zetten, dan geeft dit wederom weer aan, plaats je koffie onder de koffieuitloop.
De Jura J8 Twin heeft het HP3 melksysteem. Dat mooi romig en lobbig melkschuim kan zetten met één druk op de knop. Nu kun je met dit melksysteem ook verwarmde melk zetten door heel simpel de hendel op de voorkant naar rechts te zetten. En nu zijn wij erachter gekomen dat als jij de hendel echt een heel klein tikkie naar rechts zet, het melkschuim tot maar liefst 10 graden warmer kan worden. De melkslang sluit je idealiter aan op de glazen melkhouder. Deze is optioneel verkrijgbaar. Dit werkt heel hygiënisch en makkelijk. Die zet je tussendoor terug in de koelkast. En deze kan ook in zijn geheel in de vaatwasser. Dus dat is zeker een fijne toevoeging voor die Jura J8 Twin. En wat je anders ook optioneel zou kunnen aanschaffen is de Cool Control. En deze zorgt ervoor dat de melk gedurende de dag de optimale temperatuur bouwt. Direct achter de melkuitloop zit ook de koffieuitloop. Dus je hoeft je kopje voor een melkspecialiteit nooit te verplaatsen. De melkspecialiteit zet hij enkel. Zwarte koffiespecialiteiten zet hij wel dubbel. Vandaar ook hier die dubbele uitloop. De machine zal alleen wel 2 keer malen bij een dubbele zetting. Maar dit zorgt juist voor die optimale smaak, want zo kan de machine gebruik maken van de maximale capaciteit van de zetgroep. En dat is maar liefst 16 gram gemalen koffie. Met de Jura J8 Twin kun je ook melkspecialiteiten zetten met gezoet melkschuim. Dit doe je met het meegeleverde siroopopzetstuk. Dan doe je er een klein beetje siroop in. Of liqueur, dat kan natuurlijk ook. Zo, dekseltje erop. Dan vervang je de gewone melkuitloop. Dus voor deze siroopopzetstuk. Dan moet ik even goed kijken dat ik hem er goed op zet. Zo. En dan geef je in het menu of opdracht voor een sweet latte. Of je zet elke gewenste melkspecialiteit. Die stel je dan in met de sweet foam functie. En dan weet de machine dat de siroopopzetstuk is geplaatst en zal de melk zich samen met siroop mengen en dan krijg je dus een melkspecialiteit met gezoet melkschuim. Proost! De J8 Twin is zeer gebruiksvriendelijk. Op het 6,7 inch panorama koffiepanel kun je kiezen tussen alle specialiteiten. Wil je een specialiteit naar wens instellen, dan doe je dit door deze ingedrukt te houden. Dan kun je hier de mouwgraadinstelling per molen instellen. Je kunt de sterkte meegeven. Tevens ook het volume en eventueel als de melkspecialiteit zou zijn ook het volume van de melk. En je kan een preselectie meegeven wat bij een zwarte koffiespecialiteit een dubbele setting is of de gemalen koffiefunctie. En bij een melkspecialiteit zou dat de sweet foam zijn, een extra espresso shot en de gemalen koffiefunctie. En hier kun je ook de naam veranderen. Oh, de temperatuur vergeet ik bijna, ook belangrijk natuurlijk. Kun je ook hier instellen. Wil je een specialiteit even eenmalig instellen, dan kan dat via de Aroma Preselection knop hier in het midden van het panel onderaan. Als je die indrukt en dan een specialiteit kiest, dan kun je daarin even in een iets snellere manier meegeven wat je wil veranderen. En dan zet je dat gewoon eenmalig. Maar eenmaal ingesteld zet je dus elke specialiteit met één druk op de knop. Een absoluut pluspunt van de J8 Twin is de mogelijkheid tot het kopiëren, personaliseren en positioneren van specialiteiten in het menu. Je kunt tot maar liefst 18 specialiteiten, en dit hoeven echt niet allemaal verschillende te zijn, helemaal personaliseren naar wens in het menu. En nu is het daarnaast ook nog mogelijk om, als je wil, profielen, 4 verschillende profielen in te stellen. En daarin kun je dan nog jouw 3 favorieten, jouw top 3 instellen. En dit kan heel handig zijn als je binnen één huishouden, bijvoorbeeld
twee latte drinkers hebt en de ene die drinkt zijn latte liever wat sterker dan de ander. Wat de J8 Twin verder heel gebruiksvriendelijk maakt, is dat de machine onderhoudshandelingen weergeeft in animaties. Ik zal even laten zien wat ik daarmee bedoel. Bijvoorbeeld hier de melksysteemreiniging. Hij geeft hier stap voor stap aan wat je moet doen, zodat je eigenlijk de handleiding er niet meer bij nodig hebt. Zoals ik eerder al zei, heeft de J8 Twin actieve maalgraadbewaking. En dit betekent dat je in het menu bij het instellen van een specialiteit kan ingeven welke maalgraad je precies wil en ook zelfs van welke molen voor die specialiteit. En stel je hebt hiervoor een koffie gezet en ik wil nu een espresso zetten. Nou, die espresso die heb ik ingesteld op een fijnere maling. Dan geeft de machine dus een herinnering dat ik die maalgraad, die maalstand dus eventjes aan moet passen. En ik moet het kopje eronder zetten natuurlijk. Kijk. En dat doe ik dan braaf. En dan gaat hij verder met zetten. Ook heeft de J8 Twin actieve bonenbewaking. En dit betekent dat als er weinig of geen koffiebonen meer in de reservoir zitten, alle koffiespecialiteiten worden geblokkeerd. Dus je ziet hier nu, één van de twee molens heeft nog wel wat. Dus alle specialiteiten die daarop staan ingesteld, die kan ik nog wel zetten. Maar de linkermolen, die is toch wel echt op. Dus stel de espresso is daarop ingesteld, ik ga die aanklikken. Dan geeft hij dus aan bonenreservoir links vullen. En ga ik deze nu vullen, dan zie je vanzelf in het menu dat hij weer wordt vrijgegeven. Kijk maar. En als ik hem nu aanklik. Als de machine even stil heeft gestaan, dan zal deze voor elke zetting eerst weer opwarmen. Dit is de geïntegreerde intelligent voorverwarmen functie. En die zorgt er dus voor dat elk kopje koffie met de optimale temperatuur wordt gezet. Over die optimale temperatuur gesproken, hoe warm komt de koffie en het melkschuim uit de J8 Twin? Nou, vragen over de temperatuur krijgen wij heel vaak. Dus ik heb wat metingen uitgevoerd. En gemiddeld komen we op deze temperaturen per specialiteit. En voor een espresso of een melkspecialiteit geldt wel altijd verwarm je kopje voor. Dat scheelt echt merkbaar een aantal graden. Het menu van de J8 Twin vind je door deze drie lijntjes bovenaan aan te klikken. Dan zie je links het machinemenu, rechts het onderhoudsmenu. In het machinemenu vind je instellingen zoals de waterhardheid, de timer, dus de standby instelling. En weer even terug. Rechts dus die onderhoudsstatussen. Dus hier kan je de status van alle reinigingen of onderhoudshandelingen in de gaten houden en ook oproepen. Om te zien of je goed bezig bent, heeft de J8 Twin een zelfdiagnose. Ga je via de instellingen, klik je hier op dat hartje, met het hartslagmetertje zeg maar. En dan gaat hij dus één voor één checken of je je wel hebt gehouden aan alle onderhoudsmeldingen, of je die wel hebt uitgevoerd op tijd. Ja, wordt zelfs gefeliciteerd. Het onderhoud van de J8 Twin is zoals elke Jura met melksysteem drieledig. Ten eerste het reinigen van de machine aan de binnenkant. Om de 180 kopjes vraagt de machine om een reiniging met een tabletje. Dit tabletje gooi je in het vakje van de gemalen koffie. En dan volgt de machine een reinigingsprogramma van 20 minuten waarbij die spoelingen uitvoert, zodat alle koffie en vetresten uit de machine worden gespoeld. Ten tweede ontkalken of het gebruik van een waterfilter tegen kalk. Gebruik je het Klare Smart Plus filter van Jura en vervang je deze op tijd, dan hoef je nooit te ontkalken. Vervang je hem niet op tijd of kies je bewust voor ontkalken met ontkalkingsmiddel, dan zal de machine vragen om een ontkalkingscyclus en
los je het ontkokingsmiddel op in het waterreservoir en volg je een ontkokingsprogramma van 40 minuten, zodat alle kookresten uit de machine worden gehaald. Ten derde de melksysteemreiniging. Als je het melksysteem hebt gebruikt, is het advies om aan het eind van de dag altijd even die melksysteemreiniging uit te voeren. En dit doe je als volgt. We gaan hem eerst even aanklikken, maar hij staat als het goed is al klaar, omdat we net al het melksysteem hebben gebruikt. Wat je dan doet is, je plaatst het meegeleverde reinigingsbakje onder de uitloop. Dan zorg je dat de melkuitloop goed aansluit op het bakje. Je sluit de melkslang aan. En dan doe je een scheutje melksysteemreiniging erin. Zoals deze bijvoorbeeld van Café Coronel. En dan druk je op start. Het is belangrijk om dat advies van dat dagelijkse reinigen van het melkspecialiteit, mits je hem hebt gebruikt natuurlijk, op te volgen. Want melk koekt nou eenmaal snel aan. En behalve dat het onhygiënisch is, zorgen die melkresten er ook voor dat het melkschuim gewoon niet meer goed kan opschuimen. En nog een extra tip daarbij is om, dus behalve deze dagelijkse reiniging, om ook, het liefst wekelijks, maar op het moment dat jij merkt dat het melkschuim niet helemaal lekker meer opschuimt, dat je dat melksysteem er even afhaalt. Dat doe je door de knopjes aan de zijkant hier in te drukken, dan kan je hem naar beneden halen. En dan kun je dus de melkuitloop eraf halen. En dit onderdeel. En heel belangrijk, want die vergeten mensen vaak, deze knop, de voorkant, die kan eraf. Want dan zit er hier een heel klein gaatje wat nog wel eens wil verstoppen. Dus als je dit dan eventjes in lauwwarm water weekt met eventueel een scheutje melksysteemreiniger en goed afspoelt, dan is het weer helemaal schoon. Nog een laatste tip. Vervang elke 3 maanden ook even het melkslangetje. En hiervoor kun je het melkslangensetje HP3 van Jura bestellen. En hier zit eigenlijk voldoende in voor een heel jaar. Samengevat is de Jura J8 Twin een zeer innovatieve en gebruiksvriendelijke koffiemachine die voor ieder wat wils kan zetten met 1 druk op de knop. Vooral als je op zoek bent naar een koffiemachine die je de mogelijkheid geeft om te wisselen tussen 2 verschillende koffieblends, kun je hard ophalen met de J8 Twin. En ook niet onbelangrijk, de J8 Twin is zeer onderhoudsvriendelijk met de nodige luxe opties. Ben je overtuigd en wil je de Jura J8 Twin aanschaffen? Dan raden we je aan om de volgende producten erbij te bestellen. De glazen melkhouder of de Cool Control. Een fles melksysteemreiniger. Een extra filter bij filtergebruik of ontkokingstabletten bij ontkoken. Reinigingstabletten speciaal ontwikkeld voor Jura volautomaten. En natuurlijk koffie. Wil je na het zien van deze video de Jura J8 Twin toch nog even in het echt bekijken, de functies proberen en wat je natuurlijk niet kan via deze video en het allerbelangrijkste is de koffie proeven, wees dan welkom in ons Experience Center.